Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken. Ik wil het met jullie heel graag hebben over de kracht van woorden en over pesten. Wist je dat 1 op de 10 kinderen op de basisschool wel eens gepest wordt? Misschien ken je wel iemand in je klas of een van je vriendjes of vriendinnetjes die gepest wordt. Of ben je zelf wel eens gepest? Dat is heel vervelend, dat wil niemand meemaken. Pesten is dat je wordt uitgesloten of je wordt uitgelachen. Of je wordt uit de groepsapp van je klas gegooid. Of je wordt uitgescholden. Dan zegt iemand iets heel lelijks tegen je. Over je haarkleur, over je neus, over je oren of de kleren die je aan hebt. En als iemand dat doet, dan kan dat heel erg veel pijn doen. En dan merk je dat woorden heel veel kracht kunnen hebben. Maar het omgekeerde, dat kan natuurlijk ook. Dan geeft iemand juist een heel leuk complimentje. Over die leuke vlecht die je in je haar hebt. Of die mooie tekening die je hebt gemaakt. Of die gave nieuwe schoenen die je aan hebt. Dat maakt je hele dag goed. Daar fleur je van op. Dat is leuk om te horen. En zo zie je dat en hele lelijke woorden, maar ook hele mooie woorden, heel veel kracht kunnen hebben. Nou, zo werkt het eigenlijk ook met de Bijbel. Daarin staan hele mooie woorden. Woorden die je diep raken, woorden met heel veel kracht. Dat God van je houdt, dat hij jou gemaakt heeft, dat hij jou wil gebruiken om de wereld mooier te maken. Woorden aan jou gericht. God spreekt via de Bijbel ook jou aan. Woorden die je nooit meer hoeft te vergeten. En daarom is het ook heel goed om in de Bijbel te lezen. Vraag maar aan God of hij jou daarbij wil helpen. Als je thuis met de uitzending meeluistert en je hebt eventjes niets te doen, heb ik een superleuke opdracht voor je. Teken je favoriete Bijbelverhaal en als je klaar bent, vraag dan aan papa en mama om die naar mij op te sturen. De vorige keer heeft Lisa een tekening gemaakt bij Goed Gereedschap. Supermooi gedaan en heel erg bedankt. En dan ga ik nu, passend bij dit filmpje, samen met jullie de hele Bijbel lezen van begin tot en met eind. Ga er maar eens goed voor zitten. En dan beginnen we natuurlijk bij Genesis, bij Adam en Eva. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben de Bijbel uit. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het kijken. En natuurlijk even een duimpje omhoog. En even abonneren op YouTube. In de herfst verdort het gras, de bloemen vallen af en de vogels die er waren vliegen naar een ander land. Maar het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan.